I'm Josh. I'm Vincent. Okay, nice great. To meet you. I'm a business advisor with our Impact Fund here. If this is your first time in Africa, then you find that our goals are the same just like your goals. The difference is how we try to achieve those goals, the context. I want to hear about Vision Fund's work and how it relates to Oxfam's work. Talk about their client, their portfolio. Daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Want dan gaan we zien waar het allemaal om te doen is natuurlijk. As the Vision Fund Uganda, we do offer our loans in two ways. One, we offer them in groups. And another method, we give them as individuals. I'm the secretary of Rubana Kija. We are 7 members in the group. Ik vond het echt leuk om die mensen te horen welke uitdagingen ze hebben. Die zijn eigenlijk wel redelijk gelijk. Ze denken veel kleiner. Ze moeten hun spullen in Kampala ophalen en dat duurt heel erg lang. Dus eigenlijk, wat nou als je daarna een soort groothandel zou beginnen hier in Gulu als groep? Dat was voor hun echt een wissel waar ze heel erg over na moesten denken. We gaan nu kijken naar ondernemers waar we zojuist vanochtend over gesproken hebben. En dat is op deze Gulu Main Market. Iets, hè? Oké, ja, understand. Vision Fund, it is not like other microfinance. They have the cheapest percents in their loans. When you have the problems, they talk to you. So that is why you can't fault. My dream, I wanted all my kids to finish their study. They get work to make me also to feel happy as the mother. This is your business. The other one at last, yeah, that one is silver fish. Yeah. We are here in my place. To be a farmer is really good. I get a loan for the seed. I have my bird inside there. So I'm expecting my profit to be 1.4. If I sell all this bird, some I pay with my school fees of my children, medical care. There's a land, 6 acres. I will build a house there. And I also want to buy these dairy kettles for meals, even pigs. Zij heeft een winkeltje. Ik denk dat het nog geen vierkante meter is. En ze wil heel graag uitbreiden. Ze wil meer tafeltjes. Ja, echt ongelooflijk. Ik was heel erg onder de indruk van haar winkeltje. En nu is ze bij een van de andere deelnemers thuis heeft ze gekookt. Zodra we eenmaal in een winkeltje of op de boerderij zijn, dan zijn ze helemaal in hun element en gaan ze helemaal los. En ze zijn super trots. En het is gewoon geweldig leuk om te zien. Nou, het was echt een geweldige dag. We zijn de doelen voor de dames aan het vaststellen voor de toekomst. Ze heeft al een heel goed businessplan. Alleen op welk stukje is er nog iets te besparen om de kwaliteit beter te maken? We proberen ideeën aan te reiken, soms een keer een speldenprikje uit te delen van waarvoor denk je daar niet aan? Not just one product, but many activities. And always some will go right, some will go wrong. We praten van ondernemers tot ondernemers. De omstandigheden zijn anders, maar de principes van het ondernemen die zijn hier niet anders dan bij ons. In de Diranyala Group, Acharo, Ano, Prophet Khan. We all make mistakes. Be the imperfect leader, but somebody has to lead. And you're the leaders. If our visitor coming. Het is heel erg spiegelen, want ik herken mezelf ervan in. The next level bereiken, maar niet alleen, maar met anderen. De ontmoeting met de dames in Gulu waren voor mij wel absolute hoogtepunt. Die 5 vrouwen die hebben mijn hart wel een beetje gestolen. Ze hebben echt een reden om trots te zijn. Het geld komt ook juist bij die dames heel erg op de juiste plaats. Dat weet ik nu zeker. Yeah! Delen, mensen meenemen. En dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Dat is je geluk. We moeten terug. Deze telt niet. Ik moet overdoen. Is hier rood konijn?
We zijn nu in het grootste natuurpark van Oeganda. So how can somebody differentiate between the Rothschild and other species of the giraffe? You look at their body pattern. You see the. Ik vind het waanzinnig mooi. Er zit een groepje van een stuk of zes nijlpaarden hier. We zijn bij Capstone, een bedrijf dat maandverband importeert en distribueert over heel Oeganda, waardoor vrouwen gewoon school kunnen, meer vrijheid hebben, hygiënischer hun periode doorkomen. We did some research and realized that there was enormous demand. The consumers were complaining on two points: the quality of the product and the price. The transport costs increase as we go far out of the city. What is the percentage which is in the last mile? More than 80%. Als je voor het eerst met de materie in aanraking komt, dan krijg je het idee dat het allemaal over heel veel schijven loopt. En iedere schijf kost geld, denk je dan. Wij zouden vanuit Nederland hier niks rechtstreeks kunnen betekenen, omdat we hier niet thuis zijn. We kennen de cultuur niet. Je hebt daar gewoon lokale mensen voor nodig. Those deep villages, their parents really see sanitary pads as a luxury. What's the reason you want to have a product to the girls in the country? We believe that if we made it affordable, then we don't even have to compete with oil. We'll have created our own market segment. Bij Capstone hebben we volledig de kans gehad om in een volkomen gelijkwaardige situatie te sparren en ook advies kunnen geven. Het blijkt wel dat het dus kan, hè? Ja. Ze zijn capabel genoeg om te eruit te filteren wat ze kunnen gebruiken of niet. Capstone die roept, nou, de distributie is zo duur naar al die plekjes afgelegd. De infrastructuur, als de regering dat of de gemeentes niet willen aanpakken, dan blijven die gebieden natuurlijk allemaal onbereikbaar. Dus doe iets met een pakketdienst achter de server, dat is bij ons net zo. We moeten in hun schoenen gaan staan, in hun mogelijkheden, situaties. We kunnen ons patroon niet hier al één op één op neerleggen. Dus dat dwing je er sowieso al toe om steeds maar door te blijven vragen, om te kijken of ze zelf een oplossing heeft. When you have visitors, you are blessed because they come with the blessings, they come with the experiences, they come with knowledge, they come with ideas, and when they go, they also become your ambassadors. Robert has this network, and there's not a single business person in Uganda with that opportunity. We're on the Oxfam train, but it shouldn't be a speeding train. We have to wait so everybody can get on. We want to be a broker of knowledge and relationships, and people can share perspectives and experiences between countries. I think that's part of building a truly global and progressive community. Yeah. So this is the final remark, everybody. Vincent, thank you so very much. De conclusie is bij iedereen wel redelijk geweest dat niets doen geen optie is. En dat vind ik het belangrijkste.